Heb je eerder dit soort acties meegedaan? Nee, dit is de eerste keer. Ik ben Jasper Groen en ik ben gemeenteraadslid voor GroenLinks in Amsterdam. Ik ben hier als observator. Ik kom eigenlijk al 3 jaar in de haven. Dus elk jaar zijn er klimaatacties hier. En ik vind het belangrijk dat daar ook politieke vertegenwoordigers aanwezig zijn. Om als getuige vast te stellen dat alles goed verloopt. En wat vind je van de actie? Ik moet de actie nog zien. Ik heb geen idee wat ze gaan doen. Ik vind het fantastisch dat hier zo'n kamp staat. Maar alles is natuurlijk diep geheim. Dus ik ga er zo achteraan lopen en kijken wat er gebeurt. Maar in algemene zin vind ik dit soort acties heel goed. Want dat creëert toch weer bewustzijn en urgentie rond het thema. En dat maakt het voor mij als politicus ook makkelijker om mijn werk te doen. I'm from Frankfurt in Germany. It's important to be here because it's the second biggest coal harbor in Europe, and it's not like also in Germany we have problems with coal. We have the biggest mining area in the Rhineland, but here this coal is like the bloody coal from Colombia. Yeah, it's different than in Germany because I think it's everything is more like not so aggressive here, because in Germany we have also from the side of the police they are aggressive, but also from the side of the protesting people. And I think this is better, and we need more like contact with the police in Germany. It was really taking control in the sense that we don't let them do what they want. Yeah, so taking back control. Yeah, exactly. Yeah, it's really motivating because you see that you can do something, and the things you can raise awareness. Yeah. That's the number is growing, and that was part of the thing we wanted to achieve, and that's wonderful. Really wonderful. I like it. Aan het begin was het natuurlijk sowieso spannend. Toen we eenmaal binnen waren en er 6 uur lang binnen zitten en rondlopen, de eerste paar uur zijn natuurlijk heel erg spannend en daarna is het toch een beetje zo van, oh ja. Hoe lang zitten we hier nog? Ik heb het nog gezien met die kolen. Oké, dus volgende keer doe je weer mee? Ja.